Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor en vandaag wil ik heel graag met jullie een ATC-kaart gaan maken. Of tenminste een setje ATC-kaarten. Ik ben al een tijdje lid van een Facebookgroep en dan vergeet ik altijd de naam, maar ik ga hem hieronder in de beschrijving linken voor je. Maar daarvan is Karen de beheerder en die doet elke maand een hele leuke challenge. Dan heeft ze dus elke week een losse opdracht en... Het lukte mij niet om elke keer iedere week mee te doen. Dus ik heb deze maand eigenlijk helemaal niet vanaf begin af aan meegedaan. Maar de opdrachten opgeschreven. En ik wilde eigenlijk met die opdrachten een leuk setje ATC's gaan maken. En dan met de Vintage Christmas van Janine's Mindful Art. Althans, een groot gedeelte daarvan te gaan gebruiken. Dus ik wilde jullie meenemen om die ATC-kaartjes te gaan maken. En de eerste opdracht van de maand was... Een stukje designpapier uit te zoeken en deze te snijden op 3 × 6 cm keer 8,5 cm. En dat is dan bedoeld als mat op een ATC. Dus de ATC zijn 2,5 inch. En dan moet ik altijd even spieken hoeveel centimeter dat is. Dat is 6,1. Zo ongeveer 6,4 cm. Bij 3,5 inch en dat is 8,9. Dus dat gaan we dan zo meteen snijden als basiskaartje. Maar nu eerst 3 stukjes van 6 keer 8. Want dat was de opdracht. Ik heb een reststuk van een groot designpapiervel gekozen. Die ga ik als basis gebruiken voor dit setje. En waar het nou helemaal precies naartoe gaat... Dat is nog een verrassing, maar dat is zo leuk van die opdrachten, dat je dus uiteindelijk bijna altijd wel met een heel gaaf setje eindigt. En dat vind ik super leuk. Deze hele donkerblauwe kleur heb ik ook nog als reststuk liggen en daar ga ik de basiskaartjes van maken. Het is niet heel dik papier, maar dat geeft niet, want ik wil deze ATC'tjes zo meteen in mijn... Flip-flop junk journal gaan steken. Dus dat dan hoeft het niet heel stevig te zijn. Ze worden toch voor mijzelf. Zo. Even aan de kant. En dan hebben we alweer de allereerste opdracht toegepast. Wat ik zo meteen wel even ga doen is tussendoor... Heel even op pauze. Als ik namelijk het iedere opdracht heb gedaan, is het de bedoeling dat je dat plaatst op de groep, zodat anderen ook je opbouw kunnen zien. En zo kun je ook heel erg leren van elkaar. Dus dat is heel erg grappig ook bedacht. Het is heel inspirerend. En als je die opbouw dus ziet van anderen, daar haal je dus ook weer heel veel trucjes en ideetjes vandaan. Dus vandaar dat ik zo meteen ook heel even, als ik deze heb opgeplakt... Een klein pauzentje en er even een fotootje tussendoor van knip. Zo, nou leg ik ze even mooi bij elkaar en dan ga ik heel even een fotootje maken. Zo terug. Nou, fotootje is gelukt. De volgende opdracht is, even kijken hoor, een stukje boekpapier. Nou heb ik hier een bakje met van allerlei restjes waarvan ik denk, daar kan ik nog wel eens iets mee. En nou gok ik dat daar wel een stuk boekpapier in zit. Kijk, nou we hebben hier muziekboekpapier en leesboekpapier. Ik ga niet te moeilijk doen, dat ga ik gewoon gebruiken. Er moet een postzegel op. Nou zit er in het setje die-cuts ook postzegels. Ik zit even te twijfelen of ik die ga gebruiken. Of voor het contrast toch wat anders. Namelijk heb ik hier oude Hollandse postzegels. Ik denk dat ik dat maar gewoon ga doen voor het contrast. En er zit er beneden weer eentje een heerlijk grappig filmpje te kijken, zo te horen. Giegel.
Even kijken hoor. Ik ga denk ik voor de blauwe. Een Australische man en een Belgische leeuw en een... Vind ik altijd zo strenge. En in deze neem ik gewoon. Even kijken, is dat wel een andere? Ja, die is ook uit België. Kijk, heb ik nog wat anders? Ik dacht dat het alleen maar Nederlandse postzegels waren, maar hier nog een Australiër. Volgens mij had ik die allemaal van Agnes gekregen. Super tof. Deze is ook wel mooi, hè? Ga ik één meneer wisselen voor deze 20. Ja, dus een postzegel komt erop. En dan nog een stukje ephemera, zegt ze. Een klein stukje ephemera bijvoorbeeld. Ik denk dan aan bijvoorbeeld zo'n klein labeltje. Die ga ik gewoon gebruiken. Volgens mij zitten er daar wel meer van in. Wil ik natuurlijk niet allemaal dezelfde hebben, maar ik meen dat we wel een paar verschillende hebben. Even zoeken. Hier een met een snowglobe erop. Hebben we er nog toevallig één? Het is wel leuk als de kaartjes bij elkaar passen, maar niet helemaal hetzelfde zijn. We hebben natuurlijk met dat meisje erop. Even kijken hoor. Hier hebben we er nog, maar die is... Oh, dat is dezelfde als die. Maar dan groter. En die hebben we ook nog in het nog kleiner. Zal ik dat dan doen? Doe dat gewoon. Zo, en nou, omdat die uit het dijkblokje gehaald heb, wil ik die wel heel graag even een beetje bijknippen. Ik haal denk ik eigenlijk helemaal de witte rand eraf. Nou, is gelukt. Dan gaan we nu per setje... Oh, ik heb hier per ongeluk zo'n postzegel achter zitten. Gaan we in ieder geval een stukje boekpapier. Er zit hier zo'n mooi geknipte rand. Die wil ik eigenlijk niet gebruiken. En ik ga gewoon, als het me lukt, van het hier strookjes van afscheuren om te gebruiken. Postzegel bij en een ander stukje ephemera. En hoe je dat dan gaat doen, ja, dat is een beetje puzzelen. Zo denk ik. Nou, gaan we het opplakken. Ik vind dat altijd wel grappig. Met stukjes papier kan je dan zo'n kaartje hartstikke leuk vullen. En dan kan je heel lang mieren hoe dat dan precies liggen moet. Maar heel vaak moet je eigenlijk gewoon niet ingewikkeld denken. Gewoon het doen, plakken. En wat ik zelf altijd mooi vind, is als de dingen niet helemaal in één lijn liggen. Dus als je twee stukjes papier elkaar een klein beetje overlappen. En dat bijvoorbeeld ook wat, dat het hier eindigt, dat deze dan weer net iets hoger eindigt. Of juist lager. En net als deze lijn niet gelijk ligt met die lijn. Dus dat ik hem nooit helemaal in het midden. Dat zijn dingetjes waar ik zelf dan blijer van word. Ik weet niet of dat ook wel ook echte regeltjes zijn. Maar voor mij voelt dat gewoon dan het fijnst. En ik denk dat iedereen dat voor zichzelf een beetje moet uitvogelen. Een beetje moet zoeken wat voor jou een soort van richtlijnen waar je blij van wordt. En dat zou je dan je eigen regeltjes kunnen noemen. En regeltjes zijn er natuurlijk ook weer om te negeren en er juist dwars tegenin te gaan.
Dat kan soms ook heel leuk zijn. Net had ik hem anders liggen en nu heb ik het opgeplakt en denk ik, nee, ik ga het toch daaronder doen. Niet te lang maar over nadenken, gewoon hup, vast, klaar. Die komt daar. Nu heb ik al een beetje vergeten hoe ik dit ook weer had zelfs. Ik hoog weer zo. Als je echt met heel veel stukjes werkt, waarbij het iets ingewikkelder wordt, dan zou je nog een foto kunnen maken. Dat je een foto maakt van het collages, van de collage hoe je hem neer had gelegd. En dan kan je vanuit die foto, maar dat is voor mij een beetje lastig als we het met de camera doen, want daar ik film met mijn telefoon. Dit leg ik weer terug in de bak. En dan gaan we door naar de volgende opdracht. En dat was, kies een focal point. Een mens, dier of een object. Dus een onderwerp. Nee, niet een onderwerp. Ja, een focal point is een onderwerp. Dus waar de meeste aandacht naar trekt. En dat mag dan zijn een mens, een dier of een ding, een voorwerp. Dat was ik aan het zoeken. Ik zei net onderwerp, maar ik bedoelde een voorwerp. Nou, hebben we hier wel wat mensjes op. Maar ik wil ze graag een beetje de mensjes of dan in dezelfde stijl bij elkaar zoeken. Of dan toch een dier of een voorwerp kiezen. Dan vind ik die mensjes hieruit wel heel erg leuk. Dus ik even kijken of we van deze bijvoorbeeld. We hebben daar vooraan dat kindje met die kerstboom. Heel even hoor, iets ertussen leggen. Dat moet ik weer graven zo meteen. Dat. En die zitten natuurlijk op een label, maar die kan ik prima gewoon uitknippen. Deze vind ik er leuk bij passen. En ik had hiervoor dat jongetje hier, met die kerstboom. Die wil ik graag gaan gebruiken als focal point. Oeh, oh no, zo'n voet breekt af. Nou, die ga ik wel weer vastplakken. Dat is natuurlijk zonde, hè? Arm kind. Zo, daar zie je straks niks meer van. Even goed laten drogen. Oh, nou viel er toch mijn deze. Maar die ga ik hem van het label afknippen. Volgens mij is ze wel ongeveer even groot. En hier had ik er een andere met het... Hoe heet dat ook weer? Een mof, toch? Waar je zo je handen in kan steken tegen de kou. Die ga ik even uitknippen. Nou, zet ik hem weer even op pauze, hè? Nou, ik heb ze allemaal kunnen uitknippen en dan gaan we ze een mooi plekje geven. Ik denk dat deze wel hier... Daar dan. Deze heeft hier wel leuk, denk ik. En die ook maar een beetje aan die kant, denk ik. Ik ga het gewoon doen. Ik ga ze gewoon vastplakken. Deze wel grappig, toen ik aan het knippen was, zag ik pas dat ze een sneeuwbal in haar hand had. Dus dat ze van plan is om een sneeuwbal te gaan gooien. Of ze, of hij. Dat weet je soms niet, hè, bij die kindjes uit die tijd. Qua kleding zitten, lange haren. Niet zo duidelijk als tegenwoordig. Maar dat maakt ook verder niet uit. Een kind is een kind. En ze zijn leuk, vind ik. Nou, dat was dus opdracht 3. De focal point. En in mijn geval dus mensen. Ga ik weer even een fotootje van maken.
En dan zijn we bij de laatste opdracht. En daar dan de opdracht 4 was dat je op de lege plekjes nog een kleine stempels mocht zetten. En nog één ding mocht toevoegen wat je helemaal vrij was in keuze. Dan ga ik maar beginnen met die kleine stempel. En dan denk ik... Ik ga denk ik een keer van die takjes. Ik heb volgens mij die takjes nog niet zo veel gebruikt. Dat is een mooie kleine stempel. En dan ga ik heel eventjes mijn groene inkt halen. Want ik denk dat dat het leukste is om met groene inkt te doen. Ik heb 2 gepakt. Ik heb Peeled Paint gepakt en Rustic Wilderness. En het lijkt me leuk om dan met de Peeled Paint als eerste een paar takjes te stempelen langs de rand. En de lege plek, ja, dat is heel duidelijk te zien, hè, waar die bij mij zit. Zo, even kijken, heb ik hier nog iets om het af te stempelen. Een beetje vuilnis uit de prullenbak. En dan met die donkere kleur er nog zo weer tussen, lijkt me leuk. Zo, in een mooi dennenbos staan ze nou. Leuk toch? Ik vind van wel. Even je nieuwe doekjes gaan halen, want die zijn op. Even op het boodschappenlijstje zetten. En dan mochten we nog één iets toevoegen. Even over nadenken wat dat dan is. Als ik er nu aan zou ik of nog een paar pareltjes erop kunnen plakken. Die in de collectie zitten. Of ik zit te denken aan wat spettertjes. Ik denk dat ik voor de spettertjes ga. Moet ik heel eventjes een klein beetje water en zo gaan halen. Kom ik zo weer terug. Nou, ik heb een waterflesje. Ik heb de Action gesso. Ik had laatst laten zien dat ik ook een wat duurdere gesso had gekocht. Maar voor spetters kan ik mooi nog wel deze opmaken. Zo. Of duurdere, ja. Dat is gewoon ook duurdere, maar ook betere. En even kijken hoor. Ik wilde nog wel graag die kindjes het gezichtje beschermen, want dat vind ik niet leuk als ze dan midden in hun gezicht een dikke vette spetter krijgen. En voor degenen die mij kennen, met spetteren is die kans reuze. En ik ga nog heel even een kniedermatje eronder leggen voordat alles onder de spetter zit. Dus ik heb dan gewoon zo'n siliconen ding. En daar, die kan je heel makkelijk schoonmaken met water en zeep, vind ik fijn. En daar kan ik het dan mooi opleggen. Zo, even flink wat water erbij. Deze goed vol met water. Een beetje die gesso oplossen, dat het veel wit is.
Zo, lekker winters sneeuwlandschap. Sneeuwvlokken. Zo. Dit is prima zo. Ik moet het even laten drogen natuurlijk. In de tussentijd kan ik ook even schoonmaken. En dan kan ik je de kaartjes even goed laten zien. Tot zo. Nou, ze zijn mooi droog. En je kunt nu misschien wel heel goed zien waarom ik die gesso niet zo tof vind. Hij is echt super transparant. Hij wordt wel heel mooi mat als die droog is. Maar je ziet echt als vage vlokjes. En in dit geval vind ik dat helemaal prima. Maar wil je dus echt een beetje een gesso-dekking, zeg maar, dan is dit echt te transparant. Dat was die. Hier hebben we de volgende. Schattig toch? En zo heb je in 4 opdrachten altijd eigenlijk een leuk ATC-kaartje of een leuk setje. En dit setje gaat straks in de Flipflop Journal die we eerder al samen gemaakt hebben. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. En misschien ook nieuwsgierig zijn naar die leuke groep van Karen. Ga gerust kijken. Ik weet niet of ze nog heel veel leden aanneemt. Want het is ook om te sneeuwmelen in vintage mix media stijl. Maar wellicht kan je het altijd vragen. En dankjewel voor het kijken. Vond je deze video leuk? Laat het me weten in een reactie. Altijd leuk, een duimpje omhoog. En ben je nog geen abonnee? Druk dan op die abonneerknop. Dankjewel alvast en tot de volgende keer. Doei doei!